Welkom allen hier aanwezig. Vandaag zijn jullie hier samengekomen om afscheid te nemen van de Richard, van jullie pa, jullie pepé. Afscheid nemen is loslaten en dat is niet altijd gemakkelijk. Afscheid nemen is ook dankbaar zijn voor alle mooie momenten die jullie samen beleefd hebben. Voor het leven dat jullie samen gedeeld hebben. Afscheid nemen is moeilijk, want iemand missen hoort erbij. Het doet alleen zo'n pijn dat alles met die iemand zo anders en zo mooi zou zijn. Iemand missen hoort erbij. Het hoort bij ieders leven. Je denkt terug aan hoe het was en huilt of lacht dan even. Mogen we ook bij het lezen van een gebed eventjes stilstaan bij ons geloof en ervaren dat God jullie nabij is in deze moeilijke momenten waar het leven zich opnieuw aandient, maar toch nooit meer hetzelfde zal zijn. In dit bijzonder moment rond de urne van Richard zitten jullie samen, bewogen door dit sterven, bewogen door al wat jullie hebben meegemaakt. Zijn levensboot is nu definitief van richting veranderd en vaart nu naar de overkant. Jullie staan nu aan de oever, met volheid en met leegte, met dankbaarheid en met verdriet. In dit samenzijn willen we nu bidden voor Richard en voor ons. Mogen deze woorden vertolken wat er leeft in ons hart. Mogen dit moment ons tot steun zijn. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Naast de urne van Richard staan 12 brandende kaarsjes, symbolisch voor de 12 kleinkinderen. Kaarsen die een teken zijn van al de warmte die Richard jullie gegeven heeft. Kaarsen die licht brengen in deze donkere periode van gemis. Kaarsen die rust brengen om jullie verdriet een plaats te geven. Kaarsen die troosten. Kaarsen die jullie hart opwarmen. Kaarsen die helpen om jullie mooie herinneringen te koesteren in jullie hart. Een stille kaars. Stil brand ik een kaars voor jou. Stil brand ze voor jou. Stil ben ik om jou. Stil brand jij door in mij. Stil waren we soms, stil in verbondenheid. Stil en leeg is het nu zonder jou. Stil omarm ik jou met het licht van deze kaars. We are the
enkele feiten uit het levensverhaal van Richard. Richard is geboren op 3 december 1931 te Roeselare als zoon van Oscar en Honorine Sabbe. Hij had 2 oudere halfzussen, Leona en Paula van den Broeke. Oscar was eerst onderwijzer in de Spanjeschool te Roeselare. Later werd hij er directeur en op zijn 56e de oprichter van de Reo-veiling te Roeselare in 1942. Richard was 9 toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Zijn verhalen hoe hij deze periode als kind doorbracht, waren eerder beperkt. Hij heeft een paar keer het verhaal verteld van de eerste Duitsers die hij aan de vaart zag. Ze waren aan het trainen om het kanaal over te zwemmen. Ze waren gerust, want de meesten geraakten over de vaart. Dit verhaal geeft aan hoe weinig de mensen toen wisten van de wereld. Zijn humaniora heeft hij gevolgd op internaat in het college van de paters Josephieten in Melle. De lessen waren toen in het Frans en enkel tijdens de vakanties was hij thuis. Na deze studies heeft hij van 1955 tot 1956 gestudeerd in Duitsland, waar hij bevriend was met de latere uitbaatster van een hotel in Tramin in Italië. Op de trouw van zijn zus Leona met Gerard Schouteten had men pa en ma bewust naast elkaar laten zitten, waardoor ze elkaar beter leerden kennen. Enige tijd later, op 22 augustus 1959, trouwden ze. Pa was 28 jaar en ma 26. Hun wens was een groot gezin. 4 flinke zonen in 4 jaar. 4 jaar later werd de 5e zoon geboren. In 1964 verhuisde de familie van de Henri Conscience-straat naar hun nieuwbouw in de Leopold Trilaan. De start van vele herinneringen voor ieder van ons. In deze periode was Richard werkzaam in de Reo-veiling en had ma haar handen vol met de opvoeding. Verschillende jaren was Tramin in Italië de geliefkoosde vakantieplaats om met het grote gezin naartoe te trekken. Volgeladen in een Opel Admiral met 4 kinderen achteraan en Riek vooraan tussen pa en ma op een geïmproviseerd setje voor een reis van 1200 kilometer. Wat zijn de tijden veranderd? Daarna zijn we nog met het gezin naar Tenerife en Rodos geweest. Om het eiland Rodos te verkennen, werden 2 Suzuki Jeeps gehuurd. Luc en Geert, of pa, waren chauffeur. Op een verlaten strand kon Riek ook eens rijden, waarbij een van de jeeps zich vastreed. Het waren mooie vakanties. Sinds 1974 woonde zijn vader Oscar ook bij ons in. Hij was moeilijk te been en een uitgesproken karakter. Kamers werden opnieuw ingedeeld en men slaagde erin om de 5 kinderen en grootvader hun plaats te geven. Relaties werden gevormd en vanaf 1985 werd het eerste kleinkind Dirk geboren. Vanaf 1990 was er geen houden meer aan. Stefanie, 1990. Valérie, 1991. David en Hannelore, 1992. Cédric, in 1993. Eloïse, 1994. Robin, in 1995. Caroline, in 1996. Céline, in 1997. En tenslotte Thibault, in 1998. Later vervoegde Charlotte ons en maakte de groep van 12 toffe kleinkinderen compleet. De nieuwe schone dochters werden telkens met open armen ontvangen.
Enkele van de kinderen hebben wat geschreven over en voor hun pa. Dag pa. Samen met ma heb je het beste gegeven om jullie 5 zonen een weg in het leven te geven. Het was niet altijd eenvoudig, maar jullie waren fier op je gezin. Als er eens iets verkeerd liep, dan was voor jou het zoeken naar een oplossing het belangrijkste. Uit onze fouten moesten we zelf leren hoe het beter kon. Als directeur van de Rio-veiling had je een druk leven. Je besloot dat het beter was ma te steunen in haar zaak. Samen werkten jullie aan een toekomst waarbij het geluk van de mensen centraal stond. Je was zorgzaam en hield rekening met de anderen. Je kinderen, schoondochters en kleinkinderen waren de belangrijkste en iedereen werd steeds met open armen ontvangen, tijd of geen tijd. Voor je kleinkinderen waren jullie dé Pepe en Mémé. Thuis altijd beschikbaar en mooie vakanties aan zee met tot 12 kinderen was voor jullie geen moeite te veel. Van iedereen wist jij wat men graag at of niet en hield er met veel zorg rekening mee. De Pepe-soep is iedereens favoriet en zal nog heel lang verder blijven bestaan. Samenkomen met het ganse gezin en gezellig eten aan de lange tafel met meer dan 20 personen, liters verse champignonsoep, zalm, lamskroon, rijkelijke visschotels. Het was voor jullie geen moeite te veel. De herinneringen en de band die dit schepte tussen de families is onbreekbaar. Het vergde grote inspanningen van jullie, maar samen met de kleinkinderen genoten jullie van het samen zijn. Wie kan dit nog nadoen? Na het overlijden van ma en het verlies van je zoon Mark heb je je leven opnieuw zin kunnen geven. Samen met je familie en in het bijzonder je nicht Monique kon je terug genieten van mooie momenten. Maar het gemis bleef, zonder dat je het liet merken, aanwezig. Na iedere tegenslag vond je terug de kracht om verder te gaan. De laatste maanden werden voor jou te zwaar om dragen. Je geest was helder, maar je lichaam wilde niet meer mee. De toekomst was onduidelijk. De goede verzorging in de dunnecluze deden je terug genieten. Maar de lichamelijke last was zwaar. Je had een goede wederzijdse band met de verpleging. Je was heel aangenaam en wist goed wat er rondom jou gebeurde. Na weken van denken nam je dapper je eigen lot in handen en heb je je laatste strijd gestreden. Je was tevreden met wat geweest was. Doe ma en Mark de groeten van ons allemaal. We missen jullie en weet dat in de harten van je zonen, schoondochters en kleinkinderen je steeds aanwezig zult blijven en voor iedereen de papa Pepe uit 1000 zal blijven. We zorgen hier nog verder goed voor elkaar en maken er het beste van. Je maakt ons fier. Om het nog met je laatste woorden te zeggen. Het is genoeg. Finito. Bye bye. En au revoir. Het gaat je goed, Dirk. Pa, het is niet echt simpel om mijn gedachten over jou op papier te zetten. Ma was een sterke vrouw die nadrukkelijk aanwezig was. Ze was ook meestal thuis. Daardoor leek je in mijn jeugd minder aanwezig. Je was de relatief strenge vader die niet veel zei, maar wel overal een mening over had. Als ik nogmaals iets mispeuterd had, hoorde je ma. Maar op het einde van de dag vreesde ik toch het meest de confrontatie met jou. Jouw oordeel met weinig woorden kwam meestal harder aan dan de ellenlange woordenstroom van ma. Je was minder zichtbaar aanwezig, maar als ik dan terugdenk, bleek je op veel momenten toch verrassend bezig met je gezin en met ons geluk. Het wisselgeld dat we na een boodschap mochten houden,
de bromfiets die ik zomaar mocht kiezen, mij naar het station voeren en terughalen, ervoor zorgen dat we steeds deftig eten kregen, ongeacht wanneer dat was, voor de kinderen zorgen. Beetje bij beetje komt alles terug. De tijd dat het gezin in de zomer in Kokseide verbleef en jij nog in de veiling werkte, het waren de jaren dat wij een vakantiejob hadden in de veiling. 'S Morgens vroeg nam je ons mee en 's avonds terug naar Kokseide. Over de middag gingen we vaak een dagschotel eten bij Kloet op het Sint-Amansplein. Dat maakte dat we toch elke dag een aantal uren intensief samen waren. Ik denk ook aan wat het voor jou een nachtmerrie geweest moet zijn, mijn schoolcarrière. Het is duidelijk dat jij school veel belangrijker vond dan ik. De inspanning die je geleverd hebt om ons te ondervragen en ons te helpen met het schoolwerk. Ik denk dat jij er uiteindelijk het meeste van hebt opgestoken. En toen je besliste om te stoppen met werken in de veiling, het is mij niet duidelijk in hoeverre dit echt was wat jij wilde, maar je deed het en je nam je nieuwe taken op zonder protesteren. Van toen af was restaurant Pa open. Iedereen kwam eten. Elke middag 8 à 10 mensen eten geven was geen probleem. Zelfs niet toen er nog kleinkinderen bij kwamen. De tafel werd steeds verder opengeschoven. Er was plaats voor iedereen. En dat zonder enig protest. Toen Siska je onlangs vroeg of je dat graag deed, trok je jouw neus op. Blijkbaar deed je het omdat je het als je plicht zag, maar niet uit plezier. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer herinneringen weer terugkomen. En toen je wat ouder werd, werd het onze toer om voor jou te zorgen. Hoewel, echte zorgen hadden wij nooit. Je telefoontjes van, moest je eens tijd hebben, zou je dan? Wat vertaald moest worden als, wil je zo snel mogelijk eens afkomen, want ik heb een probleem. Het was altijd met plezier gedaan. Je hebt niet altijd een mooi leven gehad. De ziekte van Ma en het vroegtijdig wegvallen van je zoon Mark zijn enorme slagen geweest. Wij als kinderen vreesden ervoor dat deze tegenslagen jouw levensvreugde zouden beknotten. Gelukkig dwarste Monique jouw pad. Het was echt goed om te zien dat jullie samen opnieuw van het leven genoten. Ik zal Monique hier altijd dankbaar voor blijven. Wat zij aan Pa gegeven heeft, is onschatbaar. Pa, ik kan verder gaan, maar het is me meer en meer duidelijk dat jouw leven uiteindelijk wel een serieuze stempel op ons leven heeft gedrukt. Zonder jou was ik niet de mens die ik nu ben. Bedankt, Rick.
De kleinkinderen hebben wat herinneringen opgehaald. Ons Pepe. Ik denk dat ik kan spreken voor velen onder ons als ik zeg dat Pepe als een tweede vader voor ons is geweest. De uren en dagen die wij doorbrachten bij hen zijn niet te tellen. Het was altijd plezant om naar Mimé en Pepe te gaan. We hebben er als kind veel gelachen en mochten zoveel leuke dingen doen. Alles wat ons hartje ook maar verlangde, hebben wij gekregen. Maar zoals alle papa's had Pepe ook zijn strenge kant. De uren die hij met mij spendeerde om mij te ondervragen tijdens de examenperiode, niet te schatten. Hij wist dikwijls van geen stoppen, terwijl ik er al lang genoeg van had. Ik herinner me nog in het eerste of tweede middelbaar, toen we een heel hoofdstuk hadden gewijd aan seksuele voorlichting in de biologielessen. Uiteraard was dit leerstof voor de examens. Maar dat hoofdstuk heb ik zeer snel geskipt, klein beetje gênant om met je Pepe te overlopen. Helaas waren mijn punten dan wel niet zo goed. Toen we Mimé zijn verloren, werden de uren die we doorbrachten bij Pepe al wat beperkter en de dagen verminderden. Maar toch stond Pepe nog altijd voor ons klaar. Hij voerde ons en kwam ons halen. Als we ziek waren, bracht hij ons naar de dokter. Altijd is hij er voor ons geweest als we hem nodig hadden. Pepe, ik zal me altijd je mooie lach en glinsterende ogen herinneren als je verhalen vertelde. Zoals dat van de fonteinen in Versailles, waar je zo van genoten had. Of die keer dat er een kleine aardbeving is geweest en jullie nonkel zei dat je moest stoppen met aan de ladder te schudden. Je moest ook enorm lachen met die keer dat je Robin vergeten afzetten was. En Cedric hem telkens vroeg wanneer hij naar huis zou gaan. Je dacht dat die kleinkinderen wat flauw aan het doen waren. Tot nonkel Dirk belde om te vragen wanneer zijn zoon naar huis kwam. De laatste weken was die fonkeling in je ogen weg en kwamen er geen leuke verhalen meer boven. Jij was uitverteld. Het einde van het hoofdstuk was in zicht. Jij hebt er zelf voor gekozen om te stoppen met schrijven. En wij hebben ons neergelegd bij die keuze. Nu gaan wij verder en zullen we de mooie verhalen verder vertellen. Ik prijs mezelf zeer gelukkig dat ik Richard van den Broeke als persoon en ook als Pepe in mijn leven heb gehad. Doe me mee en onkel Mark heel veel groetjes. Je kleindochter Hannelore. Pepe, ik heb zo ongelooflijk veel aan jou te danken. Dat ik lang heb moeten nadenken over waar ik moet beginnen. Als kind en als tiener neem je ook onbewust zoveel als vanzelfsprekend aan en sta je niet lang genoeg stil bij alles om echt dankbaar te zijn op de momenten die ertoe doen. Er zit dan ook een trekje in de familie dat het moeilijk maakt voor ons om gevoelens te uiten en over zulke zaken werd bij gevolg niet veel gesproken. Het zitten sterke karakters tussen uw kleinkinderen. Maar toch was je samen met me mee telkens bereid om een heel nest daarvan op te vangen en van alles te voorzien. Wij hebben elke dag op een lekkere warme maaltijd met soep mogen rekenen, wat niet altijd evident is met zo'n groep. Je hield ook altijd rekening met onze hoestjes. Zo herinner ik mij dat je dikwijls een hoop champignons extra klaarmaakte om Cedric en mij een plezier te doen. Wat ook telkens weer op tafel stond, dat waren die zelfgemaakte confituren. Geneverconfituur en aardbeienconfituur in het bijzonder. Hoeveel keer zijn we niet met jou meegeweest naar de aardbeienboer in Hoogleden om kratten vol te halen en dan al in de auto op de terugweg te zitten snoepen in de koffer. Om op die sterke karakters terug te komen. Eén ervan was ik zelf. Misschien was ik wel de moeilijkste van de bende. Jij hebt mij op onnoemelijk veel momenten moeten temperen. Mij moeten zeggen dat ik rustig moest blijven.
dat ik niet zo radicaal mocht reageren. Maar ik heb wel altijd alles mogen zeggen. Je hebt me mijn uitspattingen altijd gegund en gerelativeerd. Desalniettemin stond je altijd klaar voor mij. Vanaf het vijfde studiejaar ben ik altijd bij jou komen studeren, omdat je mij toen geholpen hebt om de 9 maanden Franse les in te halen die ik niet gekregen had toen wij in Australië woonden. Dankzij jou ben ik gemakkelijk kunnen overgaan naar het zesde leerjaar en sindsdien heb je mij altijd de nodige motivatie en ondersteuning gegeven om goede punten te halen op school. Tijdens de examens werd ik consequent rot verwend met alles waarvan je wist dat je mij een plezier mee kon doen. De diepvries zat altijd vol met ijs en pizza's, de frigo stond vol met cola en limonade en de kasten puilden uit van de koeken en de chocolade. Telkens je naar de zee wilde vertrekken, zorgde je voor een grote schaal macaroni waarvan alle kleinkinderen ontelbare kilo's moeten hebben gegeten. Je hebt mij ook steeds geholpen waar je dat kon bij het studeren zelf. Je hebt mij naar het station gebracht en mij terug ook komen ophalen toen ik in Brugge op school zat. Ook wanneer ik ziek was en van school moest worden opgehaald, was je daar voor mij. Je draaide er je hand niet voor om met mij vanuit Kokzijde helemaal heen en weer te rijden naar Isegem voor een afspraak bij de orthodontist. Ik mocht de dag na zo'n afspraak ook rekenen op aangepast eten, omdat mijn tanden te veel pijn deden. Ik herinner mij dat ik eens een week of twee tomaten ben gaan plukken als vakantiejob en dat ik klaagde over het feit dat ik niet naar de wc mocht tijdens de 2 blokken van 4 uur. Je hebt mij toen gezegd om aan de bazin te vertellen wie mijn grootvader was. Daarna was er plots geen probleem meer. Verwijzing naar de Rio-veiling. Pepe, je bent altijd een vaste waarde geweest in mijn leven. Hoewel niet onverwacht, valt het toch zwaar te moeten beseffen dat er vandaag een tijdperk volledig wordt afgesloten. Bedankt voor al wat je voor ons hebt gedaan, Stefanie. Branches in the wind, still standing here together. One more storm to weather, we'll get through it yet. So we're gathered here, holding on to each other, to let go of another. Now as we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but we're not alone. Though the leaves will fall and the tears will flow, may it always comfort us to know. The family tree will always grow. Father down to son, mother to daughter, thicker than water. We'll keep a candle burning for the ones we'll miss. And when we say goodbye to one of our own, we may be lonely, but
tears will flow. May it always comfort us to know the family tree will always grow stronger than the wind can blow. Als je aan een boom zou vragen, hey boom, sta jij nou graag alleen? Dan zou hij, denk ik, zeggen, geef mij maar boompjes om me heen. Zou je aan je pa vragen, hey pa, sta jij graag alleen? Dan zou hij, denk ik, zeggen, geef mij maar mensen om me heen. Als je aan een boom zou vragen, aan wie geef jij het leven door? Dan zou hij, denk ik, zeggen, daar heb ik nou mijn takken voor. Zou je aan je pa vragen, aan wie geef jij het leven door? Dan zou hij, denk ik, zeggen, ja, kijk, daar heb ik jou nou voor. Zou je aan je pepé vragen, jouw leven, waar komt dat vandaan? Dan zou hij, denk ik, zeggen, van grootvaders die niet meer bestaan. Dus bomen zijn als mensen. Geen van de twee staat graag alleen. In kinderen en takken, zo groeit het leven om ons heen. Jij, je pa, je pepé, dat is een soort van levensboom. Die tak een eindje verder, dat is een tante of een onkel. Maar die pepé, die nu gestorven is, ja, ik zal maar zeggen, dat zullen mijn wortels zijn. Thank you.
Lieve pa, lieve pupi. Ze zeggen dat je gestorven bent. En dat is ook zo. Je handen hebben de onze en de dingen om je heen losgelaten. Je luistert niet langer als ergens een deur opengaat en je zegt niet meer, kom binnen. Je zegt de woorden niet meer die je met jouw stem en jouw ogen vroeger altijd zei. Het is stil geworden om je heen, maar toch horen we je nog spreken en zien we met gesloten ogen wat je deed toen je nog bij ons was. Nee, je zou pas echt dood zijn als we je hadden vergeten en als je weggewist uit ons geheugen ons niet meer bij zou staan met raad en daad. Dat doe je dus nog wel als we over jouw verhalen vertellen, hoe je het leven en de mensen zag en wat jij zou doen als je voor de vragen stond waar wij voor komen te staan. Nee, alles is niet voorbij. Je leeft in onze verhalen over jou. Onze handen kunnen je niet meer vasthouden, maar wel onze woorden en de ogen van ons hart. Rust nu maar zacht. Dierbare familieleden, ik wens jullie allen veel sterkte toe in deze moeilijke tijd van afscheid nemen. Afscheid nemen doet pijn, maar laat jullie in verbondenheid met hem, met zijn liefde, troost vinden bij elkaar en jullie mooie herinneringen koesteren als een kostbaar bezit. En mag ik jullie nu uitnodigen, Richard, een laatste groet te brengen.